Welkom op Bonte Family. Vandaag gaan we de cavia's gaan we van hun hok een appartement maken, zodat Latte en Coco beneden zitten en dat Cabana en Kobi op het bovenste vlak zitten. Dus ik heb zo van Amazon heb ik zo allemaal van die hekjes met van die knoppen. En dan kan je eigenlijk een heel rek mee bouwen of appartementje en zo. Dus eigenlijk ook. Ja, dat het sterk genoeg is. Dus dat gaan we nu doen. Ik heb het hokje van Latte en Coco heb ik leeggehaald. De dingen zijn gewassen. Eerst ga ik de vorm maken van het hok. En daarna gaan we weer alles inrichten. En dan kunnen de cavia's erin. En dan hoeven Cabana en Kobi ook niet meer beneden te zijn. Maar zijn ze ook in deze kamer, maar meer in de warmte. En dat zal het beste zijn. Dan heb ik ook nog meer contact terug met hen. Want dat heb ik al gemist. Dus we gaan eraan beginnen en let's go. We hebben 20 hekjes van 9. Ik heb er nog van 7, maar ja, dat gaat er natuurlijk niet op. Dus we hebben een nieuw plan. We gaan het niet zo hoog maken, maar van de eerste keer verdiept erop met een opening. Dus we zijn even alles aan het veranderen. Even nog plan. Terwijl Jarno alles aan het veranderen is, dat is Coco. Ja, Coco, we zijn bezig met jullie huisje. little storytime. We zijn vandaag terug naar Finch geweest kijken. Dat is onze nieuwe puppy die er over een paar weken aankomt. Nu gaan we iedere week langs. Zodat hij al kan wennen aan ons geuren, aan ons stem. En dat is ook super tof om hem dan ook te zien opgroeien per week. Dus dit zijn dan de foto's en eventueel een paar filmpjes van deze middag. Thank you.
Zo, mijn cavia-droom is uitgekomen. En ik denk dat het voor de andere cavia's ook wel een droom is. Die is uitgekomen. Dus Kobi en Kawala zitten boven. Lati en Coco beneden. Ze kunnen niet bij elkaar voor de duidelijkheid. Want het zijn allemaal beertjes. En dat zou verkeerd misschien lopen. Moesten ze alle vier samenkomen. Dus bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer.